Jongens en meisjes, vaders en moeders, geef ze een oorverdovend applaus, want hier zijn ze, Ernst en Bobby! Hallo! Ernst, Bobby en de rest. Hallo allemaal! Ernst, Bobby en de rest. En zing eens mee! Ernst, Bobby en de rest. Dat kan toch harder? Ernst, Bobby en de rest. Heb je aan vieze tantes huiswerk maken, pianoles? Of aan speelgoed dat steeds stuk gaat, ook de pest? Oh, kijk dan naar Ernst, Bobby en de rest. Ernst, Bobby en de rest. Met z'n allen! Ernst, Bobby en de rest. Nog een keer! Ernst, Bobby en de rest. Wat kunnen jullie lekker zingen! Zullen we nog een liedje doen, jongens en meisjes? Kennen jullie het liedje Elektriciteit? Ja. Ken je hem ook? Ja. Je hebt altijd elektriciteit. Er is geheid. Elektriciteit. Je bent het nooit kwijt. Elektriciteit. Er is altijd elektriciteit. Kijk jongens, elektriciteit. Dat is een ander woord voor stroom. Want vroeger ging alles met de hand, met ellebogen stoom. Maar nu heb je een apparaat met een stekkertje eraan. En die stop je in het stopcontact en alles gaat dan aan. Want je hebt altijd nou elektriciteit. En zing eens mee, er is geheid. Jullie! Je bent het nooit kwijt. Er is altijd. Tuurlijk! Maar pas op voor losse draden en pas op voor het stopcontact. Daar mag je niet mee spelen, anders lig je ineens plat. Want stroom is heel gevaarlijk als je niet weet wat je doet. En bij je grote storing zie je wat het niet meer doet. Maar je hebt altijd nou elektriciteit. Met z'n allen, er is geheid. Jullie, je bent het nooit kwijt. Er is altijd. Hé, maar Ernst, ja. Hoe zit het nou precies met elektriciteit? Nou, ik zal het even uitleggen. Als zij harder gaan zingen, krijg je meer elektriciteit en dan gaat het licht harder branden. Als zij harder gaan zingen, gaat het licht harder branden? Zullen we het eens laten zien? Oh, leuk. Doe maar mee. Je hebt altijd. Ja! Er is geheid. Je bent het nooit kwijt. Er is altijd. Alleen de jongens. Er is altijd jongens. Alleen de meisjes. Er is altijd meisjes. De papa's en de mama's. Er is altijd. Jammer. Met z'n allen. Er is altijd. Tuurlijk. Riappadabappadabappadabappapauw. Leuk. Echt leuk. Oh. Ik zeg hallo jongens en meisjes! Ja, leuk. Hallo jongens en meisjes! Wat het... Zo jammer, zo jammer. Dan ging het zo goed en dan gaat... Ik zei al hallo jongens en meisjes, hoef jij niet ook hallo jongens en meisjes te doen? Dat is dubbelop. Dubbelop? Dubbelop. We moeten het een beetje verdelen, we gaan het verdelen. Oh, we gaan het verdelen! Ja, ja. Doe ik de jongens verwelkomen en dan doe jij de me... Waar is die? Bobby! Huh? Wat doe je nou? We gingen het verdelen. Ja. Doe jij deze show, doe ik de volgende show. Ga ik even boodschappen doen? Nee. Verdelen, nee, dat ik de jongens verwelkom en jij de meisjes verwelkom. Oh, ik de meisjes. Ik doe de meisjes. Ja, ja, ik doe de meisjes. Ik zeg hallo jongens. Hallo meisjes. Hallo vaders en moeders. Ah, kom op, vaders en moeders. Vaders en moeders. Beter. Welkom bij de Ernst en Bobby Show. We gaan er deze... Moet je plassen? Nee. Wat ben je aan het doen? Aan het stofzuigen. Ja, dat ziet mijn neus ook nog wel. Maar waarom? Nou, de boswachter die zou zo langskomen met groot nieuws. Ik denk, ik maak het even schoon, want die man is altijd zo netjes. Nou, ik dacht het niet. Die is wel netjes. Nee, jij gaat niet. Ik ben de opening van de show en dat doen zou jij even willen ophouden.
Oh, even ophouden. Even ophouden. Even ophouden. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de Ernst en Bobby Show. Zo, we gaan naar deze dag. Hallo. Oh. Weer plassen. Ik vraag dus of jij even kan ophouden. Ik ben even opgehouden. 30 tellen. Kan je 30 tellen ophouden? Kan ik mijn openingspraatje doen? Fijn, gaat het lukken. 30 tellen. Okay. Jongen, jongens, hè. Nou. 10, 20, 30. Dames en heren, jongens en meisjes. Zo. Zo jammer. 30 tellen. Ik kan heel snel tellen, Ernst. Njauw. 30. 30 seconden. Zou je 30 seconden kunnen ophouden? Kan ik mijn praatje doen? 30 seconden. Gaat het lukken? Half minuutje. Dankjewel. 30 seconden of een half minuutje? Jij zegt 30 seconden, half minuutje. 30 seconden. Half minuutje kan ook. Hè? Dat is even lang. Dankjewel. Fijn, joh. Nou. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom Ernst, bij de... Ja. Die stofzuiger, hè? Wat nou weer? Daar zit geen zak in. Wat zeg jij nou weer? Daar zit geen zak in. Dat kan je niet zeggen. Maar jij meisjes. Nee, dat is een stofzuiger zonder zak. Dat is een nieuw model. Ah, fijn. Hartstikke leuk voor je. Nou, welkom bij de Ernst. De enige zak die erbij zit, is waar die in zit als je hem koopt. Hij leuk. Zit namelijk in een zak. Ja. Bij de Ernst en... Dus die verkoper die zegt tegen mij, wilt u misschien een plastic zak? Ik zeg, nee, ik heb wel een tenniszak aan mijn gaten. Welkom bij de Ernst Precies en 30 Bobby seconden. Show. Zo. We gaan het eens. Bobby, dat... En is dit. Zinloos geweld. Nou, ik vind het eigenlijk wel zinvol. Want je moet echt ophouden met die stof. Sorry dat die kapot is. Dat is niet de bedoeling. Maar wil je nou ophouden? Ik wil de opening doen. Welkom bij de Ernst en Bobby Show. Wat nou weer? Oh, de boink. Ernst de Zo boink. Zo kan ik toch niet werken? Ernst en Bobby. Ja. Oh, boswachter. Ik zei al tegen Ernst dat u zou komen, want u heeft groot nieuws, hè? Leuk. Maar kijk eens wat Ernst gedaan heeft met zijn voet zo. Boink. Ah ja, maar het is werkelijk verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Verschrikkelijk goed nieuws. Wat? Ik ga trouwen. Ah, en weet u al met wie? En weet u al met wie? En weet u al met wie? Ja, om te trouwen moet je toch met z'n tweeën zijn? Ja, dat is waar ook. Met wie gaat u eigenlijk trouwen, boswachter? Met iemand die ik heb ontmoet in het café. Oh. Het internetcafé. We hadden een date via internet. En ze is mooi en ze is lief. En nu gaan we trouwen. Leuk. Maar ja, jongens, er moet toch verschrikkelijk veel gebeuren, hè? De taart moet toch gemaakt en de jurk en 101 dingen. Dus jongens, zouden jullie mij willen helpen? Tuurlijk, ja. Er is een Bobby in naam van het bos en de verliefde beesten. Bedankt! Wat leuk! Ah, jongens, de boswachter gaat trouwen! Ik dacht altijd dat de boswachter... Nou, dat maakt toch niet zo veel uit. Hé, jongens, en ik weet met wie de boswachter gaat trouwen. Dat ben je niet. Ja. Echt waar? Ik weet het. Willen jullie dat ook weten, jongens en meisjes? Tuurlijk! Nou, vertel. Kom, vertel. Nee, vertel maar. Nee. Doe je niet zo flauw? Vertel nou. Nee, ik ga dat niet zitten vertellen. Ah, even met z'n allen A doen. Ah. Oké, vertel gewoon. Niet door vertellen, hè? Nee, kom. De boswachter. Ja. Gaat trouwen. Ja. Met. Een vrouw? Ja, met een vrouw. Dat lijkt me logisch dat hij met een vrouw gaat trouwen. Nee, dat is niet logisch, want mijn buurvrouw is met een man getrouwd. Het is dus niet Dankjewel dat je voor met deze opzienbarende informatie. Zeg Dankjewel. Jongen zeg. Hey, jongens en meisjes, de boswachter vroeg of we hem wilden helpen. Maar weten jullie nog waarmee? Ja. Roept u maar, u hoeft niet de vinger gewoon roepen. Een taart en een jurk. Goed opgelet. Bobby, wij gaan een taart en een jurk maken. We beginnen met de jurk. Wij gaan een trouwjurk maken voor de bruid van de boswachter. Vind ik hartstikke leuk. Ik heb hem nog nooit gemaakt, maar het lijkt me wel leuk. Blab. Hebben we stof nodig? Stof? Stof. Ernst, ik heb een stofzuiger vol stof. Alsjeblieft. Nee, man, klerenstof. Dit zo van klerenstof. Oh, Ernst, ook geen enkel probleem. Daar ben ik namelijk geknipt voor. Ernst, ik ga het regelen. Stof voor een trouwjurk, hè? Even zoeken, even een mooi stoffie. Oh ja. Oh, dit is mooi, denk ik. Nee, dit. Oh, kijk. Nee, deze. Oh, Ernst, dit is hem. Boy, dit stop. Is... Wat? Wat ga je doen? Even knippen voor de trouwjurk. Het is glimmend en het is heel lekker stoffig. Dat kan je toch niet maken? Hoezo niet? Het moet wit zijn.
Daarnaast zit iemand in het wit. Oh, ja, deze. Oh, dan wordt voor de trouwjurk. Kunt u zich even uitkleden? Anders knip ik stop! Wat nou weer? Even uitkleden, anders knip ik in de arm. Nou, ik dacht het niet. Iedereen zit hier te kijken. Oh ja, jongens. Kunnen jullie even je handen voor je ogen doen? Want die moeder gaat zich even uitkleden. Ogenblikje. Even kijken hoor. Is het nou echt wol? Stop! Ja? Die vader daar, hey, die zit gewoon te kijken. Smeerlap. Nou, kan toch niet. Oh, Bobby. Maar wel mooi, zeg. Jullie dat toch weer aan het doen? Oh, we zijn aan het knippen voor de trouwjurk. Hier. Oh, jongens, dat is helemaal niet nodig. Ik heb al een trouwjurk gekocht via internet. Oh, een hele nieuwe. Hij heeft al een trouwjurk. Nee, een tweedehands. Moet hier en daar nog een beetje aangepast worden. Maar dat is verder geen punt. En de bruidstaart is besteld. En de ringen komen eraan. Dat wordt zometeen allemaal afgeleverd hier. En jongens, ik neem aan dat jullie een lied gaan zingen op de bruiloft. Ja, natuurlijk gaan we een lied zingen. En Ernst gaat een stukje doen, denk ik. Toch, Ernst? Een stukje doen. Daar zou je de postbode hebben. Jongens, doen jullie even gauw open? Tuurlijk. Oh, en ze gaan een hele bruiloft organiseren. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk. We gaan een liedje en een stuk Bobby. Hey, Bos. Ja, dag, Bosbode. Ja, wat een mooi pak, zeg. Wat zegt u? Ja, Ernst, hij zegt geloof ik dat er nog een pakje staat. Jongens, moet je kijken. Hi, schatje. Oh, jongens en meisjes, moet je kijken. De trouwjurk, wat mooi. En dat is mijn vriend Ernst. Oh, leuk. Ik ga meteen kennis maken. Joho, Ernst. Toefje voor de kop. Ja. Lachen. Bobby, dat is een paspop. Ja, en ze is nog niet zo heel lang pop. Hoezo niet? Ze is paspop. Misschien kun je het programma met te beginnen. Ernst, Poppy en de rest. Bobby. Ernst, Poppy en Bobby, de rest. Voorzichtig, Bobby. Zo'n paspop is heel duur. Nee, serieus. Echt maar. Hier, die jurk die moet natuurlijk op die paspop. Wat is er? Ja. Wat is er, jongens en meisjes? Oh, leuk. Ernst. Zo. De biel. Ernst. De bel. Zo moet dat natuurlijk. Leuk. Oh. Ah, jongens, ik heb eigenlijk nog nooit zo'n paspop van dichtbij gezien. Wat een leuk ding, echt. Jongens, hoe zit... Hoe moet dat? Help! Sorry, gaat een beetje mis. Wacht maar. Ik los het op. Niks tegen Ernst zeggen. Wacht even. Mondje dicht, hè? Oké. Hoor, daar heb je hem. Oké, dag postbode. Hey, Bobby, de postbode heeft de ringen afgeleverd voor de trouw. Waar is Bobby? Waar? Ik zie hem niet. Waar dan? Daar? Is dat hem? Ik weet wat leuks. Niks zeg, ik weet wat leuks. Jongens en meisjes, wat een mooie paspop is het, hè? Vinden jullie niet? Ja. Alleen, die paspop is een beetje stoffig. Maar... Dan heb ik hier een mattenklopper. En dan kan je in één keer al het stof zo uit die paspop slaan. We tellen met z'n allen tot 3. En bij 3 sla ik in één keer al het stof eruit. Komt ie. 1, 2. Nee! Ah, hier komen we! Hoi! Je schrok, hè? Hij schrok, zag je het? Had je niet gedacht, hè? Mens, waar komen we vandaan? Ernst, kom eens. Jongens. Ik zag het, ja. Kennen jullie het liedje van Daar komt de bruid? Zing het eens. Daar komt de bruid. Daar komt de bruid. Ik had me deze dag nog heel anders voorgesteld, hoor. Leuk. Zoekip. Bobby, je ziet er niet uit, man. Huh? Doe dat ding uit. Hier. Ik vind hem leuk. Ik hou hem. Hé, hey, jongens. En moet je kijken. Hij kan zo. Hij kan zo. En hij kan ook zo. Sinterklaas. Houd er mee op. Hier, titulaar ben je zo. Kom,
Kabouterplop. Kabouterplop. Nou, Bobby, doe dat ding uit. Klus. Bobby, dit is de jurk van de bruid van de boswachter. Hij is nou nog mooi. Doe hem uit. Oké. Heel knap gedaan. Heel erg knap gedaan. Ja, en nou? Nou, misschien is het een klein bruidje dat ze maar zo groot is. Precies past zo. Je hebt de jurk van de bruid van de boswachter kapot gemaakt, soepkip Bobby. Het zit ons ook niet mee. Nee, maar wel tegen. Ja, dat dan weer wel. En jongens en meisjes, daar kennen we wel een liedje van als ik er niet mee zit. Het liedje. Oh nee. Oh ja. Nee, oh nee. Oh nee. Je springt net van de hoge voor een hele diepe duik. Zit er mooi geen water in, hij is buiten gebruik. Het meisje van je dromen vraagt je, zegt, ga je mee? Je laat wel schrikken, windje, maar je was aan de diarree. Oh nee, je hebt zo van die dagen, dan zit het je en niet klap eens mee. Oh nee, dan zit het je niet mee. Krijg je van je pa een fiets, is hij helemaal top. Rij je dan hard van een berg op, zit er geen rem op. Je trekt het raampje open, omdat je het warm had. Maar je was vergeten dat je in een duikboot zat. Oh nee, klap maar mee. Je hebt zo van die dagen, dan zit het nou je niet zingen. Mee. Oh. Dan zit het je niet mee. Op deze jongens en meisjes. Bij de parachutles spring je het vliegtuig uit. Je duikvlucht naar beneden, het ziet er prachtig uit. Maar waar is nu het touwtje? Oh, dat is jammer dus. Want het was geen parachute, maar de rugzak van je zus. Oh nee. Je hebt zo van die dagen, dan zit en het nou je niet zingen. Mee. Oh nee. Mooi, net mooi. Dan zit het je niet mee. Maar jongens en meisjes, maak je maar geen zorgen. Het klinkt misschien wel maf. Maar de raarste avonturen, die lopen vaak goed af. Zou je dit zeggen? Bij Ernst en Bobby loopt het altijd goed af. Oh nee. Je hebt zo van die dagen, dan zit het je niet mee. Oh, mooi. Dan zit het je niet mee. Ah, Ernst, ik ga het eerlijk zeggen tegen de boswachter dat zijn jurk een beetje gescheurd is. Ja, dat lijkt me wel, zeg. Hé, maar wat ik jou nog wilde vertellen was, de postbode heeft de trouwringen afgeleverd. Wow. Mooi, hè? Vinden jullie ze ook mooi, jongens en meisjes? En dat is nog niet alles, hij heeft ook de taarten afgeleverd. Alleen die taarten, die snap ik niet helemaal. Taarten? Ik weet niet wat je hiermee moet doen. Weten jullie dat, jongens en meisjes, wat je met deze taart... Ernst, die moet je op die schaal zetten. Opstapelen? Stapelen, kom. Deze moet op de schaal... Oké, die erop en dan, ja, deze erbovenop. Wat, nee? Weet je wat, weet je wat? Wij wijzen de stukjes aan en jullie zeggen of het het goede stukje is of niet. We beginnen met deze. En dan deze. Kom ik dan? Twee, nul. Het is geen wedstrijd, hè? En dan deze. Twee. Eén. Ik zet de joker in. 4-1. En dan het bonusstukje voor 25 punten. Hier, ze kennen erop. Voorzichtig, voorzichtig. Ja? Ja, voorzichtig. Oké. Bobby, wat doe je nou, soepkip? Ik zit met mijn vinger in de slagroom. Daar gaat het niet om. Die taart die kukelt om. Hou hem vast. Oeh, lekker. Hou hem vast. En blijf hem vasthouden. Ik zet die poppetjes erop en dan zijn we klaar. Wat zijn die poppetjes? Wat? Die poppetjes. Oh,
Oh, die hier moeten. Het bruidje en het gommetje. Gommetje? Bruidegommetje. Oh. Ze zijn er vast van afgevallen. Blijf jij bij die taart staan? Ik ga wel even kijken. Ik zie het is ook heel vaak een hartje. Ja, ik zie eerst een hartje en dan twee poppetjes die ervoor zaten. Ja. Oh, ik weet al waarom jullie gillen. Het bruidje mist. Mooi. Die is er vast van afgevallen. Ik ga wel even kijken. En ze heeft meestal zo'n witte jurk aan. Zo. Oh, ja, ik zie hem al. En dan heeft ze zo'n hemelse glimlach. Ja, ja. En die moet hier. Die moet hier. Hey, wacht eens even. Wacht eens even. Jij zou bij die taart blijven staan. Ernst, ik sta bij die taart. Je stond hier. Dat was mijn broer. Is dat zo? Hier, nou, ik zet hem. Daar kan ik niet bij. Zet jij hem er eens op? Ja, net zo lang als jij kan ik natuurlijk ook niet bij. Wie kan ons even optillen en dan zetten we... Kan je ons even optillen? En dan... Nee? Waar? Wat is er? De taart! De taart! De taart! Bewoog de taart? Maar waarom zeggen jullie dat dan niet? Oh ja? Ik heb misschien een goed idee. Wat dan? Als ik de taart er nou eens vanaf til, dan ga ik door mijn knietjes. Kan jij die poppetjes erop zetten? Nou, op zich idee goed, maar uitvoering slecht. Ik wil niet dat jij met die taart gaat sjouwen. We doen het anders. Het idee is goed. Ik ga sjouwen met die taart. Ik ga door mijn knietjes en jij zet dat ding erop. Oké, is goed. Okay. Ga ik hier staan, hè? Hij is vrij zwaar. Moet je een metertje naar beneden, hè? Ja. Oké, kom maar. Naar beneden. Hallo. Hallo. Ik sta hier, hè? Dat snap ik. Kom jij anders hier naartoe? Oké. Naar beneden. Door je knietjes. Ja. Door je knietjes. Ja, kom. Heel goed. Nee! Het! Ah! Oh. Soepkonijn. Kom hier, hier met dat ding. Achteruit. Toet, 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 toet. Pirouetje. Woe! Oh, zet hem neer, zet hem neer, zet hem neer. Zet hem neer. Tada. Oké, en de poppetjes staan erop. Nou, okay. Tada. Hartstikke mooi. Bobby, ik breng hem naar de keuken toe en hé, hij lijkt opeens veel lichter. Bobby, hij lijkt opeens veel licht. Bobby, waar ben je? Wat? Doe jij nou weer? Ernst, ik help je even mee. Dat wil ik niet. Ik help gewoon. Bobby, je blijft van die taart af. Nee. Bobby, ik tel tot drie, dan laat je die taart los. 1, 2, 3. Oh, Bobby! Au! Oh. Gaat het? Trappetje. Niks aan de hand, alles onder controle. Ernst, wat ligt daar? Waar? Onderaan de trap. De taart. Jij lag ernaast. En het is jouw schuld. Ja, dag. Jij liet die taart opeens los. Ik moest hem loslaten. Ik moest hem loslaten, toch? Ja! Gaat lekker, dit. Wat moeten we nog meer doen? Een taart en een jurk. Een liedje, Ernst. En een liedje, dat kan niet missen. Oh, leuk. Want dan gaan we een liedje maken voor de bruid van de boswachter. Wacht even, jongens en meisjes. Ik wil jullie wat vragen. Bij Ernst en Bobby zijn altijd liedjes. Dat weten jullie, toch? Ja. Maar weten jullie eigenlijk wel wie al die liedjes maakt? Roept u maar! Nou, wie denken jullie? Nee, Bobby! Wat is er? Nee, dat Bobby alle liedjes maakt bij Ernst en Bobby. Ja, knap, deze heb ik gemaakt. Nee, deze. Hoe ging die? Nou, die wel, ja. Ja, die gemaakt. Hé, maar jongens en meisjes, nou dacht ik dat het voor één keer leuk was... Als ik een keer een liedje maak, lijken jullie dat ook leuk? Ja! Ernst! Moet ik even vertellen. Ik heb namelijk ingeschreven voor een cursus piano spelen voor beginners. Leuk jongens, wat een leuk moment. Ernst gaat een liedje maken voor de bruid van de boswachter. Ik vind het prachtig. Ja. Nou, ga je gang, Ernst. Ik zit alleen één ding te bedenken. Ja? Die cursus die moet nog beginnen. Dat maakt niet uit. Nou, in zoverre maakt dat uit, Bobby, dat ik nog nooit piano gespeeld heb. Het is heel makkelijk. Gewoon je vingers bewegen en dan gaat het vanzelf. Even aandoen. Welk knopje? Dat ene knopje. Deze? Ja. Zo. Ernst, je hebt echt gevoel voor talent, jij. Bobby, dat gaat niet goed. Jawel, gaat wel goed. Gaat niet goed. Gaat wel goed. Gaat niet goed. Gaat hartstikke goed, Bobby. Ja. Hoe gaat dat ding uit? Soepkip, je zit helemaal niet zelf te spelen. Jawel, ik drukte op demo. Nee, je moet op piano drukken. Niet op demo. Doe jij maar. Nou ja. Jongens, ik zat te denken. De boswachter heeft een vrouw, maar die hebben we nog nooit gezien. Dus ik had zoiets van...
De boswachter heeft een vrouw. Waar is ze nou? Waar is ze nou? De boswachter heeft een vrouw. Waar is ze nou? Zo. Ik zit. Ik zou zeggen, begin maar. Ik heb al gespeeld. Dat ben je niet. Ja. Nog één keer. Nog een keer? Oké. De boswachter heeft een vrouw. Waar is ze nou? Waar is ze nou? De boswachter heeft een vrouw. Waar is ze nou? Ik vind het gewoon niet zo'n goed liedje. Hoezo niet? Nou, ik zal je uitleggen. Kijk, bij een goed liedje zingen zij allemaal mee. En bij dit liedje kunnen ze nog ineens meezingen. Ernst, dit kunnen ze zo meezingen. Nietes. Welles. Nietes. Welles. Nietes. Niet, niet, niet. Zullen we het eens laten horen? Ja. Zing maar mee. De boswachter heeft een vrouw. Waar is ze nou? Waar is ze nou? De boswachter heeft een vrouw. Waar is ze nou? Heb je al gezongen? 2 keer zo hard. De boswachter heeft een vrouw. Goed, ik hoorde wat. Hé, maar jongens en meisjes, laten we dan afspreken dat we dit liedje zingen op de bruiloft van de boswachter. Ja. Dus als de boswachter getrouwd is, zingen we dit liedje. Vinden jullie dat een goed idee? Ja, best. En zullen we dan nu een liedje zingen uit onze bioscoopfilm? Wie heeft Ernst, Bobby en de geslepen Onyx gezien? En wie kent het liedje Red het bos en de dieren? Ja, gaan we die zingen? Ja! En Red het bos en de dieren is een strijdlied. En bij een strijdlied maak je een vuist. Doe allemaal eens je vuist in de lucht. Vuist in de lucht, beweeg hem op en neer. Allemaal vuisten, allemaal en zing vuisten. Maar mee. Red het bos en de dieren. En nou jullie. Red het bos en de dieren. Met z'n allen. Red het bos en de dieren. En iedereen die kan, help mee. Vuist naar beneden. Het bos is van ons. We gaan er hard voor knokken. Het bos is van ons, met het slopen moet je stoppen. Het bos is van ons, dit is een veel te mooi gebied. Al staat hier een fabriek van goud, we willen het niet vuisten. Red het bos en de dieren. En nou jullie. Red het bos en de dieren. Met z'n allen. Red het bos en de dieren. En iedereen die kan. Krijg je niet klein. Op deze plaats hoort een bos te zijn. Ja, zend die fabriek maar op een andere plek. Of verkoop dat ding aan een of andere gek. Red het bos en de dieren. Jullie! Red het bos en de dieren. Met z'n allen! Red het bos en de dieren. Mooi! En iedereen die kan, help mee! Hand in de lucht! Naar de vogels hoog in de bomen en de kleine hertjes spelen in de wei. Konijntjes leven lekker in dit bos. Aanstekers! Laat geen aanstekers, zoek ik verschrikkelijk blij. Dat kun je toch niet maken om dit te verwoesten? Dat is toch niet eerlijk? Welk mens wil dat nou? Het bos is belangrijk voor mensen dieren. Dus Onyx, verander je plannen maar gauw. Vuist! Red het bos en de dieren. Jullie! Red het bos en de dieren. Met z'n allen! Red het bos en de dieren. En iedereen die kan, help mee! Kom op, Ernst! Red het bos en de dieren. Echt goed. Ernst en Bobby, waar zijn jullie? Hè? De boswachter. Jij moet het zeggen van die taak. Jongelui, help eens even mee. Ernst en Bobby. Boswachter, Ernst heeft iets verschrikkelijks te vertellen. Oh, nee, Bobby heeft iets verschrikkelijks. Nee, Bobby heeft... Blauwe. Nee, ik heb iets verschrikkelijks te vertellen. Heeft u een ander?
Nee. Mijn bruidje uit Gaula, Valerie heet ze. Ik heb haar al mijn geld gestuurd als bruidsschat. En sindsdien heb ik niets meer van haar vernomen. Ik heb ge-e-maild, gefaxt, ge-msn'd, ge-sms'd en geen woord meer van Valerie. En nu ben ik zo bang dat de bruiloft niet door kan gaan. Nee, nou, wij hebben ook een beetje slecht nieuws, want de jurk is gescheurd aan de onderkant. Ja, en de taart is van de trap gevallen, maar dan van de bovenkant. Ook dat nog? Ja. Ja, maar weet je wat? Om het goed te maken, gaan Ernst en ik haar wel even halen. Wat? Menen jullie dat nou? Ja. Willen jullie dat echt doen? Vinden we geen enkel probleem. Beloven jullie dat? We beloven het, we zweren het zelfs. Zo. Ernst, we gaan even naar Gouda. Bobby, waar heb jij het nou over? Even naar Gouda, het is 15 uur fietsen naar Gouda. Nee, niet Gouda. Gaula. Op de Gaulalala-eilanden in de Stille Zuidzee. Daar woont ze. Maar weten jullie wat? Neem anders mijn boot, de Toet 4. Die ligt in de haven. En luister eens jongens, over die bruidstaart, daar hebben we het helemaal niet meer over. Hè? Nou, vooruit aan het werk en als jullie haar te pakken hebben, dan hoor ik het wel. Hè? Ja hoor, wij gaan er wel even halen. Wij gaan wel even naar Gaula, op de Gaulalala-eilanden aan de andere kant van de wereld. Wat heb je nou gedaan, man? Ja, jongens, het is toch een leuk avontuur, of niet? Ernst, we mogen met zijn boot, we mogen met de Toet 4. Ja. En we hebben het beloofd. Zullen we het doen, jongens en meisjes? Ja, we gaan het gewoon doen. Kom op. Waar gaan we naartoe, Bobby? Nou, hier deze kant op. Oh, ik zie ook al een bordje. Kom op, Ernst. Naar de haven. Oh, moet je kijken. 30 kilometer. Met deze snelheid, dan gaat het echt uren duren voordat we er zijn. Hé, maar Ernst, wij zijn toch van de televisie? Ja? Doorspoelen! Zo. Hello, boys and girls! Here we are at the harbor! Yeah, the harbor, but where's the boat, the Toet 4? Ernest, there's something wrong with your voice. Now, wait a minute. Look at that! Kijk eens hier. Subtitles! You pushed the wrong button, you soup chicken. You're a soup chicken yourself, Ernest. Hier, hij moet op Nederlands staan. Oh. Kom op. Kijk, Ernst, hier is de Toet 1. Nee, het moet de Toet 4 zijn. Oh, nee, deze dan. Nee, dat is de Toet 2. Bobby, de Toet 3. Moet je kijken, ze worden wel steeds mooier en groter. Maar waar is de Toet 4? Hallo jongens en meisjes. Hallo. Wat vinden jullie van onze boot? Oh. Het is geen toet, het is meer een toetje. Hey, even voelen hoe het water is. Oeh, lekker koud. Het is zout. Ja, gek hè. Bobby, we zitten midden op zee, maar... We zijn nu al een paar uur aan het varen, maar Bobby, ik zie ook helemaal geen land meer. Waar zouden we hier ergens zijn? Ah, Ernst, maak je geen zorgen. Ik weet altijd precies waar we zijn. Je kunt het namelijk horen. Jongens, even heel stil allemaal. Sst, dan kun je horen waar we zijn. Sst. Ja, op de Stille Zuidzee. Daar zitten we. Lachen met jou, man. We moeten naar de Gaulalala-eilanden. Hebben we iets van een GPS bij ons? Wie? GPS. Die ken ik niet. Wie is dat? Dat is Global... Laat maar zitten. Een kaart. Hebben we een kaart bij ons? Ernst, natuurlijk hebben we een kaart. Waar moeten we naartoe? Naar de Gaulalala-eilanden. Gaulalala-eilanden. Even kijken. Oh, Ernst! Bobby? Wat is er gebeurd? De zeekaart had ineens heimwee naar zijn familie in zee. En nou? Ernst, ik keek, toen waaide de wind erin en nou is die overboord geslagen. Gaat lekker dit. Hey Bobby. Maar hoe weten we nou waar de Gaulalala-eilanden zijn? Ernst, ik heb net kunnen kijken. Het is hier volgens mij rechtdoor en bij de tweede golf naar rechts. Tweede golf naar rechts? Ja. Wat voor golf? Zo'n hele snelle. Een golf GTI. Lachen met jou. Bobby en ik hebben ook honger. Hebben we iets te eten bij ons? Nee. Weet je wat, Ernst? Zullen we gaan vissen? Ja, en dan? Dan eten we die vissen op. Ook dat is eigenlijk wel een goed idee. Alleen Bobby, ik vind vissen altijd zo saai. Hebben wij niet een liedje dat gaat over vissen om het een beetje leuker te maken?
Mijn tonijn. Dat is waar ook. Jongens en meisjes, we hebben onze hit van een paar jaar geleden, Mijn konijn, herschreven. Ja. Zijn we 5 maanden mee bezig geweest. En dit is het resultaat. Het is feest, ik heb een tonijn. En dat beest is helemaal van mij. 2 lange oren en een huppelstaart heeft mijn tonijn. Weet mijn tonijn, wat is dat ontzettend fijn. Mijn tonijn, mijn tonijn. Ik zou zelf wel tonijn willen zijn. Jullie! Mijn tonijn, wat is dat ontzettend fijn. Ja! Mijn tonijn, ik zou zelf wel tonijn willen zijn. Als hij hupt, hup ik met hem mee. Door de kamer langs de wc. Huppen door de lange gang met mijn tonijn. Ja! Mijn tonijn, zo! Wat is dat ontzettend fijn. Mijn tonijn, ik zou zelf wel tonijn willen zijn. En nou jullie! Mijn tonijn, wat is dat ontzettend fijn. Mijn tonijn, ik zou zelf wel tonijn willen zijn. Bobby, ik heb beet, man. Wat? Ik heb beet, ik heb een walvisbeet. Ik ga voor wetenschappelijke doeleinden een walvis vangen. Ik heb, hey. mijn tonijn, wat is dat ontzettend fijn. Ja. Mijn tonijn, ik zou zelf wel tonijn willen zijn. Jullie. Mijn tonijn, wat is dat ontzettend fijn. Mijn tonijn, ik zou zelf wel tonijn willen zijn. Want je hebt nog helemaal niks gevangen. Ja, dan mij wel. Help me dan ook eens een beetje. Het is eigenlijk heel makkelijk. Eerst doe je dat ding erin. Kijk, 1, 2, hop. Nee, niet je hengelsoep, Kim. Dit ding, het haakje. Nee, zeg, doe dat ding erin. Het haakje. Die was er al in. Maar ja, maakt niet uit. Je vindt toch niks. Gaat lekker dit, Bobby. Ja, nou, maakt niet uit. Bobby, je hebt meer beet. Ik heb beet. Het is feest, ik heb een tonijn. En dat beest is helemaal van mij. 2 lange oren en een huppelstaart. Mijn tonijn, wat is dat ontzettend fijn. Mijn tonijn, ja, mijn tonijn. Ik zou zelf wel tonijn willen zijn. Jullie. Mijn tonijn, wat is dat ontzettend fijn. Mijn tonijn, ik zou zelf wel tonijn willen zijn. Een hele voedselketen heb je. Oh, er is een haai. Ik heb een haai gevangen. Dat zijn geen haaien. Want dat vind ik ook weer zoiets. Je hebt dan een paar vissen gevangen en dat zijn dan meteen weer haaien. Haaien, dit zijn van die hele grote beesten met zo'n vin op hun rug. Die zijn levensgevaarlijk. En die heb je hier helemaal niet. Dit zijn gewoon, weet ik veel, tonijnen of zo. En een scholletje. Hè? Ja, een scholletje. En een haring. Een haring. Leuk. Hai. Hey Ernst, zullen we ze klaarmaken? Ja, is goed. Hoe? In de magnetron? Hebben we de magnetron? Nou ja, ik denk het wel. Ergens verstopt. Zo'n bootje heeft geen magnetron. Weet je wat? Jongens, ik heb een veel beter idee. We zagen een stukje uit de boot en van dat hout maken we een kampvuurtje. Bobby, dan zinkt de boot. Ernst, de boot kan toch niet zingen? La 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 la. Zinken. Er is een haai! Een haai! Bobby, hij heeft honger, wat moeten we doen? Hij wil wat eten. Hier, hoi. Wat doe jij nou weer? Kan die zelf gaan vissen. Ga maar vissen. Bobby, een haai vist helemaal niet met een hengel. Hij komt terug. Bobby, hij wil wat eten. Gooi de vis in het water. Ja, dat is waar. Eet ons niet op, eet die vissen maar op. Wij zijn niet lekker. Nee, Bobby is niet helemaal lekker. Hier, toetje. Zeg, sorry. Hoor je Bobby? Ja. Die haai is weg. En hij blijft weg. Yes. Alleen toch nog eventjes onze situatie op een rij. We hadden dus gewoon thuis kunnen zitten. Maar door jou zitten we hier in een minibootje. Midden op de Stille Zuidzee. Zonder hengels, zonder eten, zonder drinken, zonder vissen, zonder kaart, zonder GPS. Zonder mayonaise. Maar met water in de boot. Bobby, door al het geschommel is er water in de boot gekomen. Hoe krijgen we dat water weer uit de boot? Ernst, hartstikke makkelijk, weet ik. Net als in bad, even de stop eruit. En dan gaat... Bobby, we gaan wel gewoon varen. Ernst! Gaat goed? Oh, nee! Wat is er nou? Help! Wat is er aan de hand? Ernst, we zinken! Wat zijn wij diep gezonken. Hé, hey, kwal! Ernst, je broer. Bobby, onze boot is gezonken. Hoe gaan we dit oplossen?
Nou, Ernst, ik vind het best gezellig hier, hoor, op de bodem van de zee. Met al die beesten en zo. Hier een koe en een paard. Een koe en een paard, we zijn op de bodem van de zee. Ja, een zeekoe en een zeepaard, Ernst. En een bra. Een bra? Een zebra. Hé, hey, wacht eens even. Ik hoor wat. Van onderen. Het komt van onderen, Ernst. Kijk eens. Wow! Bobby, waar komt dat anker vandaan? Ja, van boven, Ernst. Hadden ze beter kunnen zeggen, van boven! Bobby, dat anker, dat komt natuurlijk van een schip. Weet je wat? We zwemmen naar boven en dan vragen we of we mee mogen varen. Ik zie ook al een luikje. Kom op! Ah, ik heb nog nooit zo lang mijn adem ingehouden, Ernst. Hoe doet SpongeBob dat? Ik heb geen idee. Oké, maar Bobby, sta op. Bobby, het is gelukt. We zijn aan boord van een schip. En aan boord van een schip heb je altijd een kapitein. Een kapitein is altijd hele aardige mensen. Ik ben benieuwd wie er aan boord van dit schip kapitein is. Scheve tentstokken, kromme haringen. Wat doen jullie op mijn schip, mijn cruise ship? Nou, ons bootje was gezonken en we zagen het anker. En ja, we willen heel graag meevaren naar de Gaulalala-eilanden. Please. Nou, vooruit dan maar. Maar niet voor niets natuurlijk. Dan moeten jullie wel lekker aan de slag op mijn schip. Oh, ik wil wel als kapitein aan de slag. Dat lijkt me leuk, Ernst. Ik wil ook wel als kapitein. Dan hebben we 3 kapiteins op 1 schip. Lijkt me prima. Natuurlijk niet. Maar het is een hele lange tocht. Dus jullie mogen de mensen vermaken op de boot. Dus ik zou zeggen, klaar! Vermaken maar! Zo. Klaar! Doet! Vermaken maar. Qua fluitje is ze er wel op vooruit gegaan. Nou, qua bootje ook, hè? Dat is een mooie bootje. Echt een. Maar Bobby, mensen vermaken. Dat is toch heel moeilijk? Ik bedoel, jij hebt net op een hele bijzondere manier een jurk vermaakt, maar mensen vermaken. Ah, Ernst, hartstikke makkelijk. We gaan gewoon zingen. De boswachter heeft een vrouw. Waar is ze nou? Waar is ze nou? De boswachter heeft een vrouw. Waar is ze? Nee, Bobby, we hadden afgesproken dat we dit liedje zouden zingen op de bruiloft van de boswachter, niet nu. Weet je wat ook altijd wel vermakelijk is? Als je een liedje hebt waar je bij kan dansen, hebben wij niet zo'n liedje. Hey, hallo. Hey, hallo. Goed idee. Hey, en misschien zijn er zelfs wel jongens en meisjes in de zaal die met Ernst en Bobby mee willen dansen hier aan boord van het schip. Ja, 2 jongens en 2 meisjes die goed kunnen dansen. 2 jongens en 2 meisjes. Kan je goed dansen? Echt waar, kom maar. Ik heb een jongen, Ernst. Nou, en hier nog een jongen, kun je klim goed dansen? Aan boord. En nou een paar meisjes. Meisjes die heel goed kunnen dansen. Kan je goed dansen? Oh, er zit wat aan je haar. Kom maar. Oh, neem maar mee, joh. Even een meisje. Een paar meisjes. 2 meisjes. Ik heb hier 2 meisjes. Hartstikke goed. Klim ook maar aan boord. En wacht, nog 1 jongen. Een jongen die een beetje cool kan jumpen of zoiets. Kan jij ook? En een spontane aanmelding hier. Ja, we zijn compleet. We zijn compleet, Ernst. Oké, ga maar mooi staan. Ga maar mooi op een rijtje staan. Er komen een paar verstekelingen aan, maar dat maakt niet uit. Zo. Nou, hartstikke. Ga maar op een mooi. Hier is op een rijtje. Zo. Hartstikke mooi. We zijn compleet. Hartstikke mooi. Hoe heet jij? Noah. Mooie naam. En hoe heet jij? Christian. En jij? Daniel. En hoe heet jij? Hilar. En hoe heet jij? Sam. En hoe heet jij? Thomas. En hoe heet jij? En hoe heet jij? Isa. En hoe heet jij? En hoe heet jij? Henka! Waarom doe jij dat zo flauw? Staat in de tekst. Ah, verklaart een hoop. Nou. Dames en heren, jongens en meisjes, applaus voor ons showballet! Nee, Soepkip, niet jij. Zij zijn het showballet. Zwaar ook. Jongens, het is heel makkelijk. Je begint met je handen in de lucht. Doe je handen eens in de lucht. Leg je pop maar even neer. Ja, je handen in de lucht. En dan ga je heen en weer. Hey, hallo. Dan je vingers naar voren. Nee, dat kan echt niet zo. Handen weer in de lucht. Hey, hallo. En dan kruisen. Nee, nein, no. Oké, kunnen jullie het ook? Oké, gaan we het met z'n allen doen. Gaan we eerst een beetje rustig dansen, een beetje cool dansen. Freestyle. Freestyle. Oké, een beetje met je armen zo. Heb je iets gezien? Iets dat echt niet mag? Iemand wordt gepest op klaarlichte dag. Of iemand gooit zijn rommel zomaar op de grond. Zonder dat hij het opruimt. Nou, dat is echt niet gezond. Dat is echt niet gezond. Oké, kunnen jullie jumpen?
doe of eens, iemand doe die eens. Ineens zonder te betalen in de supermarkt boodschappen gaat halen. En die stopt van alles zomaar in zijn jas in plaats van in zijn boodschappentas. Jongens, handen in dan de lucht. Dan zeg je, hey, hallo. Met je vingers. Nee, dat kan echt niet zo. Handen. Hey, hallo. Kruisen. Nee, nee, no. En nou jullie. Hey, hallo. Met je vingers. Nee, dat kan echt niet zo. Hey, hallo. En kruisen. Nee, nee, no. Ik wil een tussenapplaus voor ons showballet. Echt goed hoor. Heel goed, 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 heel goed. We gaan door. Oké, dan gaan we heel cool dansen. Beetje zo, beetje chill. Zie je het ineens? Normaal gebeurt dat nooit. Iemand die wordt van zijn fiets gegooid. Door hele grote jongens, kunnen jullie wel? Jullie zijn de kinderachtig stel. En nou met van die bogen, doe eens zo van die yeah, yeah. Hoe werk je op een dag? Iemand doet gemeen. Knijpt in je arm of staat bovenop je teen. Au, ga er maar stoer zo recht voor hem staan. Roep in zijn oor en kijk hem daar bij aan en zeg hey, hallo. Met je vingers. Nee, dat kan echt niet zo. Handen. Hey, hallo. Kruisen. Nee, nee, no. En nou jullie zingen. Hey, hallo. Met je vingers. Nee, dat kan echt niet zo. Hey, hallo. En kruisen. Nee, nee, no. Laat maar klappen. Hey, hey, klap maar mee. Hey, hey, klap maar mee. Jongens, klappen. Hey, hey, klap maar mee. Hey, hey, klap maar mee. Hand in de lucht. Hey, hallo. Nee, dat kan echt niet zo. Hey, hallo. Nee, nee, no. En jullie. Hey, hallo. Met je vingers. Nee, dat kan echt niet zo. Hey, hallo. En kruisen. Nee, nee. Okay, geef elkaar eens een hand hier aan boord. Geef elkaar allemaal eens een hand. En dan tel ik tot drie. En bij drie maken we een buiging. En dan moeten jullie opletten wat zij keihard gaan doen. Komt-ie. 1, 2, 3. Buigen! Wow. Goed gedaan. Kom maar. Ga lekker weer zitten. Kom maar. Spring goed in de zee. Man. Joehoe. Lukt dat allemaal? Gaat het? Kom kijk maar. Uit voor haaien. Hoppelijke. Zo, leuk. Oh, de boink. Oh, de boink. Aans en Bobby. Ja. We zijn bijna in de haven van de Galalala-eilanden. Dus ik zou zeggen, pak jullie spullen. Dan drop ik jullie zo op het eiland. Vragen? Nee. Natuurlijk, geen vragen. Ahoy. Nou, wacht even. Misschien, hallo mevrouw, ik heb misschien wel een vraag. Hoe lang duurt het ongeveer? Dat gaat zo ongeveer 20 minuutjes duren. Oh, oké. Ahoy. Hey, wacht even, heb ik ook een vraag. Dan gaan we gewoon even pauze houden. En dan gaan we na de pauze door op de Galalala-eilanden. Is dat een idee? Ja. Ernst, dat vind ik eigenlijk een briljant idee. Ik zou zeggen, klaar. Pauze dan maar. Ahoy. 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 Jongens en meisjes, we gaan naar land. Kom op. Kom op, Bobby. Deze kant op. Dag, tot zo. Red. Ernst, Bobby en de rest. Bobby. Ernst. Bobby, waar ben je nou? Ik sta in het bos, waar ben jij? Ja, ik ben al op het strand. Jongens en meisjes, hebben jullie het strand gezien? Wauw. Mooie. Hé, hey, trouwens. Zijn jullie er allemaal weer? Oh. Wie is er niet, vingers? Lachen met ons. Wow. Nou goed. Hey, Bobby. Ernst, een grot. Het is wel een beetje een troep hier op het strand, zeg. Allemaal aangespoeld hout. En wat is dit, jongens en meisjes? Fles. Oké. En een ton. Jongens en meisjes, het plan voor vandaag. We gaan op zoek naar, hoe heet ze ook alweer? Valérie. Valérie. We gaan op zoek naar Valérie. Als we Valérie gevonden hebben, dan nemen we ermee terug naar Nederland. En dan kan de boswachter in Nederland met Valérie trouwen. Wat is er? Ernst, ik heb misschien een heel leuk idee. Zullen we aan de boswachter vragen of die hier komt trouwen? Hoezo? Oh, het is een hartstikke romantisch eiland. Het is lekker weer. Dan kunnen ze hier op het strand trouwen. Oh, is wel romantisch. Met hun voetjes in het zand. En hun toetjes in de zon. Vinden jullie dat ook een goed idee, jongens en meisjes? Ja. Hey, en het scheelt ook nog een decorwissel. Nou, dan moeten we het zeker doen, okay. Ernst. Alleen, dan moeten we de boswachter wel laten weten dat hij hier naartoe moet komen. We sturen hem een brief. Ik heb nog een papiertje in mijn zak. Ja, nee, maar wacht eens even. Veiligheidje. Hoe krijgen we die brief bij de boswachter? Ernst, die nieten we aan een vis en die vis die sturen we naar Nederland. Dan wordt hij toch nat. Dan kan die vis toch tegen. Dat briefje, hè? Met de flessenpost, Ernst. Met de flessenpost. Okay. Hartstikke goed idee. Moet ik een pen hebben? Heb jij een pen? Ernst, moet je geen kijken. Pen? Moderne flessenpost.
Zit een mobieltje in? Nou ja zeg, ik heb het over een pen en jij hebt gewoon een... En daar zit meestal zo'n pennetje in, alleen die schrijven zo rot altijd. Nee man, als je toch een mobiel hebt en je wil iemand bereiken, wat kan je dan doen? Bellen, tuurlijk, we bellen hem, hey, geen probleem. Luister, en dan vertel je hem het hele verhaal, helemaal vanaf het begin, wat we hebben meegemaakt. Ja. Luister hier. In naam van het bos en de bellende beesten, dit is het antwoordapparaat van de boswachter. Antwoordapparaat. Ik vind het werkelijk verschrikkelijk dat ik niet aanwezig ben, maar spreekt u iets in na de oehoe en ik bel u zo spoedig mogelijk terug. Oehoe? Ja, oehoe, dit is Bobby. Komt u hier trouwen? Nee, wat zeg ik nou? Je moet het hele verhaal vertellen, helemaal vanaf het begin, anders snapt hij het niet. Helemaal vanaf het begin. Nou, eerst vonden papa en mama elkaar heel lief. Ja, niet zo ver terug hier. Laat mij maar even. Boswachter, dit is Ernst. We zijn aangekomen op de Gaulalala-eilanden en het lijkt hier wel vakantie. Ja. U moet gewoon hier naartoe komen, dan gaan wij op zoek naar Valérie. En dan kunnen jullie hier trouwen... Op het strand, heel romantisch, met jullie voetjes in het zand. En jullie toetjes in de zon. Ja, oké. Okay. Dag boswachter, groetjes Ernst en Bobby. Snel hier naartoe komen. Dag. Leuk, Ernst. Wat zei die? Antwoordapparaat. Zei die antwoordapparaat? Nee, soepkip, het is een antwoordapparaat en dan zeg je niks terug. Tuurlijk, Ernst. Wist ik wel. Nou, goeie reis. Dag. Wat heb je nou gedaan? Huh? Bericht verzonden. Je hebt de mobiele telefoon in de Stille Zuidzee gegooid. Nou kunnen we niet meer bellen. Nee, maar we kunnen ook niet meer gebeld worden. En dat is goed voor het vakantiegevoel. Ja, voor het vakantiegevoel is het wel goed. Want, jongens en meisjes, het lijkt hier wel vakantie. Ja. En daar kennen wij een liedje van. Ja. Het enige wat je dadelijk mee hoeft te zingen is... Oh, 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 oh. Hier, met sambalballen. Oh, 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 het lijkt hier wel vakantie. Oh, 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 het zit ons altijd mee. Het is echt geweldig hier, we hebben alleen maar plezier. Geef ons elke dag zo'n avontuur. Van het zwembad naar het strand, een lekker ijsje in je hand. En 's avonds liedjes zingen bij het vuur. En zing eens mee met z'n allen. Oh, 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 het lijkt hier wel vakantie. Oh, 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 het zit ons altijd mee. En al ja, ja, ja. Oh, 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 het lijkt hier wel vakantie. Oh, 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 het zit ons altijd mee. Je zorgen zijn hier heel ver weg. Alles goed, nooit eens pech. Het is een prachtvakantie vol geluk. Het maakt niet uit wat je doet. Hier komt alles altijd goed. Dit hele avontuur kan niet meer stuk. En zing eens mee met z'n allen. Oh, 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 het lijkt hier wel vakantie. Jullie. Oh, 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 het zit ons altijd mee. Ja, ja, ja. Oh, 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 oh. Het lijkt hier wel vakantie. Jullie. Oh, 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 het zit ons altijd mee. We gaan klappen. Even klappen met z'n allen. Oké, en nou zing je zo hard als je kan. Oh, 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 oh. Het lijkt hier wel vakantie. Jullie. Het zit ons altijd mee. Ja, ja, ja. Oh, oh, oh. Het lijkt hier wel vakantie. Het zit ons altijd mee. Applaus! Nee, 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 nee. Daar hebben we helemaal geen tijd voor, man. We moeten op zoek naar Valérie. De boswachter komt er zo aan. Ze gaan dadelijk hier trouwen, Bobby. En het is hier op het strand een ongelofelijke troep. Weet je wat, Ernst? Ik ruim al dat wrakhout gewoon op. Ja, er ligt ook overal zand op het strand. Veeg ik zo weg. Geen probleem. Ik ga wel op zoek naar Valérie. Maak jij het hier een beetje gezellig? Ja. Valérie! Ik doe het wel in die ton, Ernst. Even kijken hoor. En dit er allemaal bij. Oh jongens, ik heb misschien een leuk idee. Zullen we vanavond een soort kampvuurtje maken? Ja. Dat is leuk. Dan doen we dat allemaal in die ton. Di-da-di. En dit er nog in. Deze. En deze. Bobby! Ja! Heb je het er al, Ernst? Nee! Oh. Nee, het is veel te groot bos. Het kost veel te veel tijd, maar misschien kunnen jullie me helpen. Hoe dan? Nou, dan roepen we met z'n allen 1, 2, 3, Valérie. 1, 2, 3, Valérie. Oké, jongens, 1, 2, 3. Nee,
Ik zeg 1, 2, 3. En wij Valerie. Precies. Oké. 1, 2, 3. Valerie! Helemaal niks. Nog een keer ietsje harder, ja? Ietsje harder. 1, 2, 3. Valerie! Ik ga er zelf wel zoeken. Steek jij anders dat kampvuur aan, goed? Goed idee, Ernst. Hoi. Hé, jongens, weet je wat? Dan doen we het net zoals de padvinders het altijd doen. Dan doe je een houtje op een ander houtje. Dan ga je draaien. Dan gaat het vanzelf roken. En dan gaat je kampvuur aan. Maar kunnen jullie dan helpen met blazen? Oké, moet je deze kant op blazen, naar de ton. 1, 2, 3. Ietsje harder. 1, 2, 3. Beetje lager blazen. 1, 2, 3. Oké, wacht even. Bobby! Ja? Heb jij al wat gezien? Nee, maar mijn kampvuur is bijna aan. Nou, ik zoek wel verder. Hoorde ik er nou wat? Oh, Ernst, ja, mijn kampvuurtje, die doet het, denk ik. Oh, hij doet het. Wacht even, even voelen. Oeh, lekker. Hè? Wat? Ernst! Bobby! Ernst! Ik zie hier alleen maar bomen, voor de rest niks aan de hand. Ernst, achter je! Achter me, achter me. Vind ik dat zo goedkoop, hè? Zo'n kinderprogramma. Het is hier geen poppenkast. Ernst, achter je! En wat staat er dan achter me? Een leeuw of een tijger? Nee, een boom! Oh, een boom. Ja. Gek, hè? Het is een bos. Ernst, een brief op een boom. Een brief op een boom? Kijk dan, zoekkip. Hey! Een brief op een boom. Dat zeg ik. Waarom zeg je dat nu pas? Dat zeg ik. Hij is voor ons. Hij is van Valerie. Ik kom meteen naar je toe en dan gaan we hem lezen. Hartstikke goed, Ernst. Oh, jongens, hebben jullie Valerie gezien? Ja! Ik heb de brief van Valerie. Ernst, en mijn kampvuurtje doet het. Kijk eens. Oh ja, hartstikke mooi. Hey, een hele lange brief. En een heel goed begin. Oh. Moet je even horen wat hier staat? Lees maar mee, Bobby. Lieve, lieve, lieve Ernst en Bobby. Ach, ze stottert. Leuk. Wat fijn dat jullie me komen zoeken. Hier op de Gauw-La-La-La-eilanden vinden we het leuk om met raadseltjes dingen te vertellen. Oké, er komt hier een belangrijk stuk. Hier. Ik geef 3 aanwijzingen waar jullie me kunnen vinden. En die aanwijzingen die staan op 3 plankjes. Ik snap er geen biet van. Wat staat hier nou? En ze heeft zich verstopt en wij moeten er vinden. 3 plankjes. Oké, het eerste witte vierkant houten plankje heb ik op het strand gelegd. Toedeloe, Valerie. Nou, wat leuk zeg. En ik heb alle plankjes in het vuur gedaan. Op die plankjes. Ja, het vuur moet uit. Heet man, het moet uit. Blazen. Daar gaat hij juist aan, soepkip. We moeten water uit. Plassen. Nee, je gaat er niet plassen. Allemaal te kijken. Spugen. Smeerlap dat je er bent. Bobby, hier, sla het anders uit met het witte vierkant houten plankje. Hier, sla hem. Wacht even. Staat niks op. Andere kant. Lachen met jou. Kom op, laat zien. Juli. Het is helemaal geen juli. Het is februari. Jullie. Oh, jullie. Leuk, jullie. Ja, of wij. Wij? Nee, dit is... Nou, laat maar zitten. Bobby, doe jij dat plankje eventjes op de grond? Leontien. Ja. Oh. Jongens en meisjes, we hebben het eerste plankje gevonden. Het enige wat we nou nog hoeven te doen is wachten op de volgende plankjes. En dan weten we waar Valerie is. En wachten kunnen we hartstikke goed. Wij kunnen zo goed wachten. Daar hebben we zelfs een liedje van. Een heen en weer zingliedje. Wachten, wachten, wachten duurt zo lang. Oh, oh, oh. Wachten, wachten, wachten duurt zo lang. Let op. Iedereen wacht best wel vaak. Elke dag is het wel raak. Elke dag is het wel raak. Op de douche of de wc. Op de douche of de wc. Iedereen die maakt het mee. Iedereen die maakt het mee. Wachten, wachten, wachten duurt zo lang. Oh, oh, oh. Wachten, wachten, wachten duurt zo lang. Jullie! Wachten, wachten, wachten. Dat kan harder! Wachten, wachten, wachten niet zo lang. Wij
bij de dokter op de bus. Altijd even wachten dus. Bij de bakker in de rij. Van wachten word je echt niet blij. Zing maar mee. Wachten, wachten, wachten duurt zo lang. Oh, oh, oh. Wachten, wachten, wachten duurt zo lang. Jullie. Oh, 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 wachten, wachten, wachten duurt zo lang. Toch zijn er ook wel mensen. Het is een kleine groep. Een kleine groep die maakte van wachten gewoon een leuk beroep. Het is de sluis. Wachter. De poort. Wachter. De toren. Wachter. En de bos. Ja. Bobby, wat kunnen zij lekker zingen? Ja, en zij hebben Valerie al gezien, hè? Echt waar? Zag ze er leuk uit, jongens en meisjes? Nee? Nou ja, het gaat niet om het uiterlijk. Het gaat niet om het uiterlijk. Wachten, wachten, wachten duurt zo lang. Oh, oh, oh. Wachten, wachten, wachten duurt zo lang. Jullie. Oh, 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 wachten, wachten, wachten duurt zo lang. Hé, hey, maar Bobby, nou heb je dit strand opgeruimd, ja. En er staat hier gewoon nog een kistje. Ja, leuk, hè? Wat is dit voor een kistje? Een bloemkolenkistje. Dit is echt geen bloemkolenkistje. Nou, sinaasappels, sinaasappels. Hij is helemaal dicht. Ja, dag, hij is open, man. Kijk eens, joehoe. Hallo, soepkip. Ik heb het over dit ding. Oh, Ernst, weet je wat dat is? Nee. Jongens, die is waarschijnlijk uit het schip gevallen, maar... Oh? Dat is een trommel. Zullen we even trommelen met z'n allen? Leg eens eventjes je handen op je benen en trommel eens met mij mee. Oké. Ietsje sneller. Nog ietsje sneller. Ietsje harder. Harder en sneller! Oh. Oké, nou wat anders. Ik trommel iets voor en jullie klappen het na. Dus... Bobby. Bobby, zij kunnen veel beter dan dit. Doe eens wat moeilijkers. Oké, wat moeilijkers. Komt-ie. Hartstikke goed. Hey, en heb je ook iets alleen voor de papa's en de mama's? Alleen voor de papa's en mama's. Doe maar meteen mee. Buddy, you're a boy, make a big noise playing in the street. Gotta be a big man someday. You got blood on your face, a big disgrace. Kicking your banner all over the place. Rock you, boy. Ah. We will rock you. Huh? It's Queen. Queen. Freddie Mercury. En zijn brief. Freddie Mercury. Ernst, een brief. Hè? Een brief. Van wie? Van wie? Was Valerie hier? Nou, lees snel. Kijk wat er staat. Oh. Lees hem nou. Shh. Goed zo, jongens. Onder het gebonk vinden jullie het tweede plankje. Onder het gebonk. Ernst, mijn hart bonkt in mijn keel. Hieronder. Nee, ik zie niks, hoor. Hè? Oh, Ernst! Oké, Bobby, jij tilt hem op en ik haal het de ronde vandaan. Nee, is helemaal niks, jongens en meisjes. Hè? Oh, Bobby, hier. Wat staat er, jongens en meisjes? Zijn allebei. Jullie zijn allebei. Gek. Wie zei dat? Gek. Eruit! Nee, geitje. Lief. Lief, ja. Soepkippen, hoor. Nee, wacht even, jongens en meisjes, wacht even. Als we drie plankjes hebben, dan weten we waar Valerie is. Dus het moet zoiets zijn als, jullie zijn allebei in de buurt van waar ik ben. Of jullie zijn allebei, tweede straat links, derde straat rechts. Of jullie zijn allebei dichtbij. Ja, of, nou, maakt niet uit, iets. Hey Ernst, ja. Zullen we hier dan de trouwerij laten plaatsvinden? Ja, is goed. En dan doen we hier ook de toast. Bobby, toast, heb je wat te drinken voor nodig? We hebben helemaal niks te drinken. Jongens en meisjes, wat kan je nou voor lekkers te drinken maken op een tropisch... Ja, zeewater is niet lekker, hoor. Op een troop... Kokosnotenmelk!
kokosnotensap. Oké, okay, Bobby, goed idee. Bobby, jij klimt in die boom, haalt die kokosnoten eruit. Daar kan ik nooit bij. Weet je wat, dan ga ik op je schouders staan. Dan lopen we zo. Oh ja. Net als de Crocsons. Goed, Bas, kom maar. Auw! Wat nou? Oh, wacht, ik ga wel op jouw schouders. Waarom? Daarom zijn we ook langer. Hoezo? Nou, want jij bent iets langer dan ik. Dat is niet zo. Zo'n stukje. Nee, maar ik bedoel, als je op elkaar schouders staat, maakt niet uit wie er langer is. Nou, op mijn schouders. Ja, oké. Okay. Hap! Oh, wacht even. Wat doe ik met dit been? Op mijn schouders. Oh ja, op je schouders natuurlijk. Wacht even. Hey, twee. Oeh, nee, dat gaat niet. Ik heb een beter idee. Wat Ernst, dan? Ernst. Ik pak even de ladder. Daarmee klim ik op jouw schouders. Nee! Bobby. Je zou natuurlijk, puur theoretisch allemaal, die ladder ook tegen de boom aan kunnen zetten. Goed idee, Einstein. Bobby, je klimt in die boom. Ja. Je gooit die kokosnoten naar beneden. Ik vang ze op. Wel even zeggen als je ze gaat gooien. Ja. Jongens en meisjes, we gaan... Bobby. Wat doe je? Ernst, ik heb ze gegooid. Of je voortaan eerst wil zeggen dat je ze gaat gooien en dan pas gaat gooien soepkip. Ik heb 3 kokosnoten op mijn kop gekregen. Dat doet pijn. Kusje. Nee, ik wil geen kusje. Hou daarmee op. En ze zijn gevallen helemaal. Nog even. Oh. Hey. Hoeveel heb je daar? Ja, 2. Is dat genoeg? Ja, dat is wel goed. Bobby, hoe gaan we ze openmaken? Ik heb een mes gevonden. Hier. Waar? Daar. Dit? Ja. Het is geen echt mes. Het is ook geen echte kokosnoot. Wil je nog meer vertellen wat je allemaal hier niet echt... Heel goed. Nou. Oké, hoe gaan we dat doen? Jij gaat naar achter. Stukje naar achter, stukje naar achter, stukje naar achter. Jij houdt die kokosnoot vast, jongens en meisjes. Ik ren met dit mes naar Bobby toe. En dan chop ik zo die kokosnoot doormidden. Dat is eigenlijk niet zo'n heel goed idee. Huh? Want hij moet een stevige ondergrond hebben. Hij moet een stevige ondergrond hebben. Ernst. Ja. Veel beter. Oké. Jongens en meisjes, we tellen met z'n allen tot 3. Komt-ie. 1. Je hebt weinig aanhang, trouwe aanhang hier in de zaal zitten, hoor. Nee, dat is geen goed idee, jongens en meisjes. Want dan gaat hij open en dan wordt zijn pekje nat van al dat kokosmelk. Oh ja. Weet je wat, chop hem open hier op dat trommeltje. Zo, toep. Ja, pas op voor mijn vingers, hè. Ja, is goed. Oké. Komt-ie. Hij slaat sneller dan het geluid. Wij hebben de geluidsman van Bas en Adriaan overgenomen. Ja. Gaat best goed, gaat hoor. Gaat heel goed, hoor. Ja, best goed. Nou, oké. Kan dit nog terug of niet? Ah, nee. Het was wel goedkoop, was het. Oké. Doe die... zit er alles er al in? Ja. Zit er maar niks in? Nou, een beetje weinig. Moet wat bij. Ja, wacht even. Ik heb een idee. Ik zag daar een bananenboom. Daar klim ik in, haal ik die bananen eruit en dan doen we die bananen erbij. Dan maken we er een tropische vruchtencocktail van. Ik ben zo terug. Wacht even. Houd jij anders even de ringen bij je? Anders vallen ze uit mijn zak als ik in die boom aan het klimmen ben. Tot zo. Bananen! Jongens, ik heb een leuk ideetje. Zullen we de ringen in de kokosnoot doen? Dat is leuk. Dan gaan ze trouwen, dan hebben we een tropische kokosnoot in een tropisch eiland. Soepkip. En dan doen we een ring aan de soepkip. Huh? Bananen. Ik heb een kiwi-plantage gezien. Jij gaat even kiwis halen en die doen we er ook bij. Oké, groene kiwis. Ja, jongens en meisjes, we doen alles erin. Hier, dit doen we erin, dit doen we erin. Weet je wat, dit doen we er ook. Allemaal in, hop. Lekker roeren. Ernst, ik heb deze even gevonden. Even kijken. Zijn die goed, is. Deze? Nee, nee, niet de... Niet lekker. Ernst, zeg eens A. Huh? Zeg eens A. Waarom eigenlijk? Ernst, even... wat is er nou toch? Plas is. Waarom? Nee, waarin? Hierin. Bobby, wat is er aan de hand? Ernst, ik zit een beetje met de ringen in mijn maag. In jouw maag. Bobby, zeg gewoon wat er is. Dan kunnen we erover praten. Ernst, maak je geen zorgen over die ringen, want die zijn dichterbij dan je denkt. Ja, die zit in mijn hand. Iemand had ze in die kokosnoot gedaan. Heb je ze niet opgedronken? Natuurlijk hebben ze niet opgedronken. Hier. Ik dacht, jij denkt zo klok, klok, klok. Hel, nee, hier de ring. Ze zijn hier. Huh? Hier. Ernst, een brief. Een brief. Wie heeft die brief daar gehangen? Een beetje een klucht begint dit te worden. Jongens. John Lanting.
De laatste aanwijzing. Ga met z'n tweeën, hand in hand. Leuk. Ja, hand in hand. Naar waar het lekker koel is. Koel. We gaan naar de disco. Waar het koel is. Nee, soepje. Koel, als je het zo schrijft, is het koud. Oh, daar vinden jullie het derde plankje. Bobby, in de grot. Hand in hand, naar nee, de grot. Nee, nee, wacht eens. Onder de palmboom is het ook koel. Als je hier zo staat. Oh, ja, lekker. Daar is het ook cool, maar ze bedoelt in de grot. Nee, nee, want dat ding is ook groen. Bobby. En dit is ook groen, dus het is vast Bobby, hier. We moeten het ook wel even eens worden. Want we moeten hand in hand naar waar het lekker cool is. Nou, wat gaan we doen? Ernst, ik weet zeker dat het bij de palmboom is. Ik ga dus hand in hand naar de palmboom. Dan ga ik hand in hand naar de grot. Ik weet zeker dat het hier is. Ernst, ik heb hem. Wat heb je? De palmboom. Daar gaat het niet om, soepkip. Het gaat om het plankje, het derde plankje. Oh ja. Hé, en je hebt vattenpaag. Vattenpaag? Vattenpaag. Want dat plankje ligt hier. Ik geloof er helemaal niks van. Nee, zeg maar. Wat staat erop dan? Er staat op, het is een beetje donker hier. Ik hou wel even in het licht. Er staat op, oh ja, gevangen. Dat is eigenlijk ook raar, waarom staat er gevangen? Ernst, wat heb je nou weer gedaan, soepkip? Ernst, geef de plankjes hier. Ik geloof er niks van. Ja, oei. Inderdaad. Jullie zijn allebei gevangen. Ik ben helemaal niet gevangen, kijk maar. Hallo, hallo. Ik wel. Nou, kom eruit. Soepkip, als je gevangen bent, dan kan je er niet uit. Snap dat dan. Heb je op een soort schakelaartje gedrukt? Nee, ik ging hier naar binnen en opeens... Bobby, Bobby, daar komt iemand aanlopen. Verstop je, verstop je. Ernst en Bobby, ik heb jullie gevangen. Nog een uurtje en dan ben ik gevlogen met het geld en de ringen. Jullie dachten toch niet dat ik ging trouwen met die suffe boswachter? En jullie zitten lekker in de grot. Jongens, zagen jullie dat? Ze wil helemaal niet trouwen met de boswachter. En Bobby, ze wil alleen maar al zijn geld stelen. Hé, wacht, Bobby. Hier in de grot staat de tas van de boswachter. Wauw, wat zit erin? Weet ik niet. Even kijken. Oh. Wauw, allemaal geld. Bobby, hij zit helemaal vol met geld. Al het geld van de boswachter. Zit de sleutel van de grot er ook in, Ernst? Nee, alleen maar heel veel geld. Ik breek hem open, Ernst. Kom op. Oké, waarmee? Help mee. Ja, ik help mee. Oh. Nee, wacht hè. De truc met de kiwis. Ik ruim eerst even dat geld. Dekking! Wat doe je? Auw, wat doe jij nou weer? Zoem, Kim. Wat was dat? Een kiwi. Beetje groen. Groene kiwi. Bobby, gaan we zoeken naar de sleutel. De sleutel. Jongens, waar zou de sleutel kunnen zijn? Weet iemand het? Bobby, zoek. In de kist? In de kist. Nee. Oh, jongens. Kom maar aan, hoor, Ernst. Ja, schiet nou toch op. Ernst! De hele grot ligt vol met geld. Ernst, er hangt hier een sleutel aan de boom. Dat meen je niet. Maar dit is hem niet, hè? Ah, jongens, wie hangt er nou een sleutel aan een boom? Het doet er niet toe, Bobby. Maak die grot open. Oké, okay, als het hem is, keihard juichen, hè? We tellen tot 3. 1, 2, 3. Ja! Ja! Ik ben ontsnapt! Het is hem! Oh! Ik ben naar buiten gestapt. Tuurlijk! Ja, we zijn ontsnapt. Want we wilden daar niet blijven. Dus we zijn ontsnapt. We zijn naar buiten gestapt. Ja, we zijn ontsnapt. Want we wilden daar niet blijven, dus we zijn ontsnapt. Bobby, die Valerie deugt voor geen meter. Zullen we Valerie gaan vangen? Hé, hey, en zullen we er dan opsluiten in haar eigen grot? Ernst, ik doe de tralies dicht. Anders stopt het zo, heel goed idee. Nee, dan denkt ze dat wij er nog in zitten. Heel goed plan. We gaan dadelijk een plannetje maken om er te vangen, maar we gaan eerst even lekker zingen. We zijn ontsnapt en klap eens mee. We zijn er buiten gestapt. Ja, we zijn ontsnapt. Want we wilden daar niet blijven. Dus we zijn ontsnapt. We zijn er buiten gestapt. Ja, we zijn ontsnapt. Want we wilden daar niet blijven. Bobby, we gaan nu een plan maken hoe we Valerie gaan vangen. Ik zat hier aan te denken. We gaan... Bobby, daar komt ze. Verstop je. Zo, Ernst en Bobby zitten in de grot. En nu het geld van de boswachter. Oh ja, dat zit in de tas. En die staat nog in de grot. Ah, die pak ik even snel en dan wegwezen. Oh, waar is de sleutel?
Oh, natuurlijk, aan de boom. Dat is gek. Ligt hij toch thuis? Jongens, waar is de sleutel? Daar, Bobby, op het trommeltje. Pak hem voordat ze hem ziet. Ik heb hem zelf neergelegd. Ernst, ik ga verkleed als wandelende tak. Schiet. Als ik me daar komt leer, ze. Daar komt als ze. Ik ben niet meer. Als... Nee, hij ligt niet thuis. Hij moet aan die boom hangen. Sleuteltje. Sleuteltje. Bobby, pak hem nu voordat ze hem ziet. Schiet op. Ernst, ik heb hem te pakken. Ah, daar ligt hij. Nou raak ik hem niet meer kwijt. Ik doe hem aan een touwtje om mijn nek. Ja, even een touwtje halen thuis. Jongens, zagen jullie dat? Ze ging met haar dikke kadetten bovenop mijn hand zitten. Bobby, maar veel belangrijker nog dan dat. Ze gaat die sleutel aan een touwtje om haar nek doen. Hoe krijgen we nou ooit die sleutel van dat touwtje van haar nek af? Ernst, heel makkelijk. Jij gaat een dansje met haar doen. Tijdens het dansje pakken we de sleutel, doen we de grot open, gooien we haar erin. Hé, jongens en meisjes, stil eens. Stil eens. Vinden jullie dat een goed idee? Ja. Nee, wacht even, hoor. Dat is helemaal geen goed idee, want ik kan niet dansen. En we kunnen toch niet als Ernst en Bobby met haar gaan dansen? Dan ziet ze toch dat wij niet in de grot zitten. Dat kan toch niet als Ernst en Bobby? Wat moeten we dan? Wie heeft een goed idee? Hè? Ja, Ernst, kom eens mee. Goed idee. Wat moeten we doen? Ik hoorde iets heel goeds. Moet je dit aan? Doe eens. Bobby, ik sta voor gek. Ernst, dat sta je toch wel. Die mensen gaan me ook uitlachen. Nee. Nou, dat touwtje zit goed om mijn nek. En nog even wachten tot die jongens slapen en dan wegwezen. Hey, een fruitcocktail. Lekker. Even lekker roeren met een kokosnootje erbij. Klopper in de klop. Hallo mevrouw, mijn naam is Bobbers. Ik ben de grote temmer van deze eiland. Temmer? Ja. Wat tem je dan? Piano's, mijn pianostemmer. Grapje. Ik ben natuurlijk de leeuwentemmer. En we hebben op deze eiland een hele leuke leeuwtje. En die kan zo leuk dansen. Lalala. En vandaag, heel toevallig, is proeflesdag. Wilt u gratis proeflesje? Ja, ogenblikje. Leeuwtje, we hebben klanten. Ik wil niet. Kom nou. Ik sta voor gek. Ze gaan me uitlachen. Nee, kom nou. Dat is helemaal erg. Volwassenen die mij uitlachen. Leeuwtje, Leeuwtje, zeg eens... Rar. Waarom? Dat doen leeuwen, kom. Rar. Zeggen jullie eens... Rar. Zo moet het ongeveer klinken, Ernst. Nou, ietsje meer, kom op. Rar. Nou, jullie... Bobby, laat mij nou gewoon met haar dansen. Tijdens het dansen pak jij die sleutel van haar nek af, doe je de grot open, gooi je haar erin. Oké. Leeuwtje, deze kant oh, op. Oh, zo. Hallo. Ik loop zelf even. Oh, mevrouwtje, de leeuwtje is een klein beetje zagrijnig. Ja, gek, hè? Pas op voor de nageltjes en doe maar de kleine lieve dansje. Ja, kleine ja. Lieve dansje. Tada. Wow, wat is dit weer? Dancing with holbewoners. De Dancing Queen. Ernst, ik wil... Ja, ik heb de sleutel. Ik heb de sleutel. Jongens, ik heb de sleutel. Oké, de grot is open, Ernst. Ik heb het geld. Oké, kom maar terug. Deze kant op. En klaar. Applaus voor de mevrouwtje. Applaus. Buigen. Ja, erin. Mooi, traal is dicht nu. Kom. Je bent een soepkip. Ja, en niet zo'n kleintje ook. Jongens en meisjes, we zingen naar Valerie. Je bent een soepkip. Je bent een soepkip. Met z'n allen. Je bent een soepkip. En wijs er maar bij. Je bent een soepkip. Nog ietsje harder. Je bent een soepkip. Hey Bobby, we hebben het te pakken. Ja, hartstikke goed. Ik hoorde ineens iemand zeggen verkleden. Goed, hè? Helemaal goed. Oh, echt cool. Soms vergeet ik te denken... Noem een appel een banaan. Zit ik net op de wc, heb ik mijn lange broek nog aan. Hij zou ook kunnen fietsen en met zijn jas verkeerd omaan. Hij kan 's morgens vroeg in zijn pyjama buiten staan. En zing eens mee. Je bent een soepkip. Met z'n allen. Je bent een soepkip. Dat kan toch harder. Je bent een soepkip. Dan nog een keer. Je bent een soepkip. Hey Ernst. Ja. Ik heb nieuws. Wat dan? De Lion King is al afgelopen. Oh, ik heb dat ding nog op zeggen.
Ik val uit alle bomen. Oh, heb een sneetje of een schram. Laat mijn pannenkoeken vallen of ga zitten op een boterham. Oh. Rijdt ze niet in alle sloten. Ernst, moet je kijken. Schiet Bobby in het verkeerde doel. Ja! Struikelt over lege flessen, valt door het wippen van zijn stoel. En zing eens mee. Je bent een zoekkip. Met z'n allen. Je bent een zoekkip. Dat kan toch harder. Je bent een zoekkip. Papa's en mama's ook meedoen. Je bent een zoekkip. Maar Ernst. Maar. Ik was de eerste zoekkip van Nederland. Man, jij bent de moeder aller zoekkippen, ben jij. Ja. Als je dan een zoekkip bent en je raakt daar aan gewend, bedenk dan goed, het is best fijn en iedereen kan wel eens een zoekkip zijn. En een zoekkip maakt het meeste gein. En zing eens mee. Je bent een zoekkip, zoek, super de zoek. Je bent een zoekkip. Zoek, zoek, super de zoek. Je bent een zoekkip. Zoek, super de zoek. Je bent een zoekkip. Laatste keer extra hard. Je bent een zoekkip. Oh, Bobby, er gaat iets helemaal fout. Nee, het gaat hartstikke goed. Nee, er loopt iets helemaal mis. Wat dan? Bobby, de boswachter. De boswachter, die moet in Nederland blijven. Die moet niet hier naartoe komen. We moeten zo snel mogelijk de boswachter laten weten dat hij thuis moet blijven. We sturen een fax. Nee, een mobiele telefoon. In naam van het bos en de nerveuze gemeesten. Haha, daar ben ik dan. Ach jongens, alles zat mee onderweg. Hè? De windje mee, stoplichten mee, warm golfstroopje mee. Wat een goed idee om hier te trouwen. Hebben jullie mijn bruidje lief al gevonden? Nou, die hebben we opgesloten in haar eigen grot. In haar grot? Ja. Ja, ik zal het maar eerlijk zeggen. Ze wilde helemaal niet met u trouwen. En ze had al uw geld gestolen, maar wel goed nieuws. We hebben wel al uw geld teruggevonden. Maar jongens, wat een gedoe allemaal. Natuurlijk, fijn dat jullie mijn geld hebben teruggevonden, maar met wie moet ik nu dan trouwen? Ik kan alleen nog maar man trouwen. Ach, het is ook dramatisch. Het is maar een kindervoorstelling. Trouw met de moeder uit de zaal. Wel ja, toen is de moeder uit de zaal. Ja, ze zijn hartstikke leuke moeders hoor. Zeker weten. Ja, prima. Nou, prima, Ernst. Hij is al om. Weet je wat? We zoeken even een hele leuke moeder voor u uit, oké? Okay? Prima. Dan ga ik vast even mijn hoge hoed zoeken. Okidoki. Jongens, wie heeft er een hele leuke moeder die wel wil trouwen? Zo, jij was de eerste. Jij was de eerste. Waar zit ze? Kom eens. Waar zit je moeder? Gaan we even zoeken, hoor. Die gaan we even zoeken. Even kijken. Wie is het? Oh, ik zie het al. Is dat er? Kom eens. Leuk, hoe heet ze? Margot, oh, dat is ook een hele mooie naam. Vindt de boswachter vast leuk. Hoi, Margot. Oh, wat een goed idee van jou. Gaan we lekker weer zitten. Oh, Margot, hier is onze trap. Hartstikke leuk. Mensen, kinderen, Margot. Leuk, Ernst. Margot. Jongens en meisjes, allemaal zitten en een applaus voor Margot. Hallo, Margot. Leuk dat je er bent. Hoe vind je het bij Ernst, Bobby? Ja, hartstikke leuk. Ja, vind je het leuk? Nou, er gaat verandering in komen. Ik kan het klappen. Nee, onzin. Margot, je gaat trouwen. Kan jou het schelen? Ben je al getrouwd? Zit hij in de zaal? Hij zit niet in de zaal. Oh, niks zeggen. Margot, moet je kijken. We hebben hier, voor jou. Prachtig, hè? De trouwring. Hier, hou ze vast, hou ze bij je. Die heb je nodig. We hebben hier de trouwjurk. Weet je wel, klee je even hier uit en doe die trouwjurk nee. uit. Wat? Even achter de boom. Even achter de boom. Oh, dat kan ook weer. Ik wat, doe dan wel hier toefje voor de kop. Toefje voor de kop. Bobby, loop anders even met Margot mee. Oh, Margot. Oh, doe dat goed, even ernst. Zo. Ja. Oh, Margot, dit wordt de mooiste dag van je leven, echt waar. Wist je ook niet toen je vanochtend wakker werd, hè? Nee. Ah, leuk. Oh, jongens, ik ben zo zenuwachtig. Wat een spanning. Is mijn bruidje er al? Ja, ze heet Margot. Ja. Oh, daar is ze. Hallo. Ah, wat een mooi stel. Nou. Boswachter, heeft u er een beetje zin in? Ja. En Margot, heb jij er ook een beetje zin in? Ja. Nou, kom op, Margot, een beetje enthousiaster. Margot, heb jij er zin in? Ja! Zo, wist je dat je moeder dat kon? Oké, Margot en de boswachter. Ik ga jullie zo vragen, willen jullie met elkaar trouwen? Dan tel ik tot drie, roepen met z'n allen keihard ja. En daarna gaan we heel hard zingen. De boswachter heeft een vrouw. Komt-ie. Willen jullie met elkaar trouwen? 1, 2, 3. Ja! Oké, zingen jongens en meisjes. De boswachter heeft een vrouw. Waar is ze nou? Waar is ze nou? De boswachter heeft een vrouw. Waar is ze nou? En nou, lekker hard. De boswachter heeft een vrouw. Waar is ze nou? Waar is ze nou? De boswachter heeft een vrouw. Waar is ze nou? Hoorde je dat ook? Wat? Bobby? Nou,
dat het net lijkt of hier in de zaal de jongens en meisjes veel harder kunnen zingen dan de papa's en de mama's. Nee, de papa's en mama's kunnen harder dan de jongens en meisjes. Nee, de jongens en meisjes kunnen harder dan de papa's en de mama's. Zullen we een wedstrijdje doen? Wedstrijdje doen? Oh, dat is wel leuk. Doen we jongens en meisjes tegen papa's en mama's. Dat is lachen. En dan beginnen we met de jongens en de meisjes. Zullen we doen? Okay. Jongens en meisjes, zijn jullie er klaar voor? Okay. Jongens en meisjes, gaan we eerst heel diep inademen. En daarna adem je weer uit. En adem je nog een keer in. En dan hou je je adem in. Dan hou je adem in. En dan ga ik tellen. Tot 100. Nee, tot 3. 1, 2, 3. De boswachter heeft een vrouw. Waar is ze nou? Waar is ze nou? De boswachter heeft een vrouw. Waar is ze? Heel goed. Nou, papa's en mama's lijkt mij persoonlijk een eitje voor jullie. Oké. Okay. Papa's en mama's, zijn jullie er klaar voor? Ja, ze zijn allebei klaar. Kom op, doe dat. Hup nou. Okay. Papa's en mama's, heel diep inademen. Uitademen. Zo, hallo. Wat hebben jullie gegeten? Oh. Ik drink je zitten drinken, hoor. Nou, inademen. 1, 2, 3. De boswachter heeft de vrouw. Ik weet het niet. Wie heeft hier nou gewonnen, Bobby? Die jongens en meisjes of de papa's en de mama's? Weet je wat? Jij mag het zeggen. Wie heeft hier gewonnen? De jongens en de meisjes! Gefeliciteerd, wat een feest! Hey, jongens en meisjes, weten jullie het nog? Toen jullie vandaag hier binnenkwamen, waren we in de kamer van Ernst en Bobby. En we gingen een trouwjurk maken. Kapot maken, wel te verstaan. En daarna gingen we een taart kapot maken. We hebben eigenlijk vrij veel kapot gemaakt, hè? Ja, maar niet expres. Nee, dat is waar. Het ging niet expres. En daarna gingen we varen met de boot. Weten jullie het nog, jongens en meisjes? Ja, leuk was dat. Ja, met die haai. Ja, dat is waar ook. Om onverklaarbare redenen zonk ineens onze boot. En we werden opgepikt door mevrouw het campinghoofd. Ja. Zij bracht ons hier, op de Gaulalala-eilanden. En we gingen op zoek naar Valerie. We dachten dat Valerie lief was. En dat ze het hart had gestolen van de boswachter. Maar ja, in werkelijkheid had ze alleen maar het geld gestolen van de boswachter. Maar ja, ik zit me te bedenken, het is eigenlijk best wel goed afgelopen. Want de Valerie is gevangen, het geld is weer terug. En de boswachter is getrouwd met een leuke moeder uit de zaal. Wat heerlijk allemaal. Ah, nee, het is niet meer waar. Het is niet allemaal heerlijk. Eén ding is niet zo heerlijk. We zijn namelijk nu wel aangekomen bij het einde van de Ernst en Bobby Show. Ja, goed. Jongens en meisjes, vonden jullie het leuk? Ja! Wacht. Nou zeggen jullie dat jullie het leuk vinden. Maar weten jullie eigenlijk wel dat Ernst en Bobby het superleuk vinden dat jullie altijd naar onze programma's kijken en dat jullie naar onze muziek luisteren en dat jullie hier weer allemaal vandaag zijn. Dank jullie wel. Daar maken jullie ons helemaal blij mee. Echt waar. Toch, Bobby? Ja, mooi, hè? Dat is echt waar. Oh. Hey, Ernst. Zullen we dan nog één liedje zingen? Ik vraag het eens even. Jongens en meisjes, wat gaan we doen? Gaan we naar huis nog een liedje? Ja! Ja, maar welk liedje zullen we dan doen, Bobby? Ernst, dan doen we dit liedje. Maar goed, maakt niet uit. Jongens en meisjes, bij een echt afscheidslied moet je allemaal gaan staan. We gaan staan, ook papa's en mama's. En je zwaait met twee handen. En dan zing je zo hard als je kan. Ernst, Bobby en de rest. Dag zoekkippen. Ernst, Bobby en de rest. Dag papa's, mama's, dag. Opa's, oma's. Ernst, Bobby en de rest. Dag. Handje. Ernst, Bobby en de rest.
maken. Heb je aan vieze tantes huiswerk maken? Pianoles. Ja. Of aan speelgoed dat steeds stuk gaat? Ook yeah. De pest. Oh, kijk dan naar Ernst, Bobby en de rest. Dag allemaal. Dag. Ernst, Bobby en de rest. Dag jongens. Ernst, Bobby en de rest. Hier. Kom. Ja. Ernst, Bobby en de Hand. Rest. Hoi. Dag allemaal. Hoi. Hoi, Gert. Oké, Ernst, Ernst. Polonaise, kom Polonaise. We gaan Polonaise die kant op. Handje. We gaan die kant op, Bobby. Hoi. De boswachter heeft een vrouw. Waar is ze nou? Waar is ze nou? De boswachter heeft een vrouw. Waar is ze nou? Dag. De boswachter heeft een vrouw. Waar is ze nou? Waar is ze nou?